Yo mensen! En tof dat jullie kijken naar de talkshow hashtag 113 en quarantaine dag hashtag 29. Heb ik net uitlopen rekenen en ja. Maar in deze video is het niet goed als je dingen hoort. Ik sta op fucking papier of zo. De camera is echt een zoortje. Maar dat is echt niet normaal. Maar eerst komt natuurlijk iets wat jullie altijd van mij gewend zijn, dus knal het intro muziek er nog in, of wel gewoon de intro en let's go! Iets andere intro dan normaal, maar dus ook een iets andere video dan normaal. Want ik zit niet. Ik sta een keertje, kunnen de camera ook nog wel eventjes zo zetten, dan zie je mij beter. Ik dacht van ja, we kunnen wel weer een zitvideo maken, maar we kunnen ook wel weer een keertje gaan staan. Je ziet hier een hele mooie poster die ik ooit een keer ergens heb gekregen, ik heb geen idee waarom. Maar zoals ik zei, quarantaine dag 29, we zitten al 29 dagen thuis, dus vandaag 17 april op het moment dat ik het opneem. Jullie zien dit op 18 april, dus dan is het quarantainedag 30. Wanneer het online komt. Dan zit al sinds 16 maart zit ik al thuis. Het is nu 17 april en dat is 4 weken en een dag. En dat is bij elkaar 29 dagen. Volgens mij heb ik het niet goed. Laat het weten in de comments. En het is hier echt een zooitje. Het is hier echt een fucking zooitje. Dus mijn video idee was om mijn kamer met jullie op te ruimen vandaag. En dat gaan wij vandaag ook doen. Dat is mijn video idee, dat gaan wij nu momenteel doen. Misschien inspireer ik een van jullie daar ook van om het op te gaan ruimen. Het is vandaag iets voor 11 uur. Maar eerst ga ik jullie laten zien wat voor zooitje het hier is. Ja. Kijk maar, daar stond mijn camera net die ik nou vast heb. En dit is het soortje wat weg moet. Hier is het al redelijk netjes. Alleen een pak drinken moet weg en de andere, want die is op en de ene niet. Maar dit soortje, daar gaat het om. Ik ga het nou allemaal even opruimen. En dan zien jullie zo meteen wel waar het terecht gaat komen. Jullie hebben juist een hele korte slechte timelapse, vind ik zelf wel gezien. Ik heb geprobeerd een goede timelapse te maken. Maar dit was ook mijn eerste timelapse, dan moet ik er wel bij zeggen. Even kijken of jullie dat achter kunnen zien. Kunnen jullie dat achter zien? Ja, ik zie hier maar dat 18 logotje. Heb ik wat kaartjes erbij gezet. Ik heb alle troep in mijn prullenbak gedaan. En over 3 dagen, als jullie dit zien, is het 18 april. Of 2 dagen wordt de giveaway van de stift bekendgemaakt. Wil je nog meedoen? Laat dan even je Instagram in de beschrijving van de vorige video achter en dan kun jij deze stift winnen. En dat wil jij. Dat wil je gewoon. Ja, dan ga ik jullie nog even laten zien hoe het er nu uitziet. Dit is hoe het er nu uitziet. Kunnen we ook wel even omhoog halen. En dan heb je dit. Hier kan je ook nog een video mee maken trouwens. Dus een lekker moppenboekje. Maar zo ziet het er dus uit, dus wel opgeruimder. Ja mensen, ik hoop dat ik jullie hiermee geïnspireerd heb om toch iets te doen. Wat betreft kamer opruimen en zo. Die prullenbak. Ja, ik zou naar beneden brengen, naar de garage, naar het oud papier. En voor de rest wordt het denk ik weer voortaan doen vandaag. Bij level 60 of level bijna 61. Moet er natuurlijk wel even level 100 worden.
Mocht je huisdieren hebben, laat die ook zeker uit. Heb ik dat ook gedaan. Dus kom je tenminste wel een keer buiten. Ik in ieder geval, anders kom ik echt niet buiten. En dan heb ik nog één ding te zeggen. Ik hoop dat jullie het hebben. Deze video blijft wel graag op de eerste plek als je geabonneerd bent. Wat je hoort is nog gewoon dat speel wat je net hebt zien liggen. En dan heb ik eigenlijk nog maar één ding te zeggen. Mijn haar is in deze video echt slecht. Het is echt een slechte haardag voorbij. Moet kijken hoe. Allemaal krulletjes. Moet kijken, broer. Dat staat toch helemaal niet, joh. What the fuck, wat lelijk, wat lelijk, wat lelijk. Andere video's was het ook niet best. Maar dat maakt niet uit, deze video is heel erg slecht. Maar dan hebben we nog één ding te zeggen. Mensen, kijk maar naar de outro en houdoe.